niet allemaal Ethereum roepen, want dat snappen we zelf ook. Want dat een Dobrovitser. Dobrovitser, Bernard, hallo. Het idee is dat we vandaag weer een leuke presentatie gaan doen. En vandaag is het topic Binance Leverage Tokens. En Jelle die heeft een hele mooie presentatie gemaakt. Welkom Jelle bij deze speciale uitzending weer met jou. De JJR webinar. Ik stel voor dat we wel rond 9 uur dat we dan afronden. Dus we beginnen eerst met een presentatie over BLVT's. En Jelle zal er alles over vertellen in een korte presentatie. En dan gaan we natuurlijk met de coins aan de slag. En, gaan we nou nog de nieuwe format, gaan we dat nog even erin gooien? Of wat wil je doen? Ja, schets het maar even. Ja. Wil ik even schetsen voor iedereen? Ja. Oké, dus we hebben een nieuw format bedacht voor dit webinar. En die is als volgt, even wat ik had eigenlijk een sheetje moeten maken, maar dat is er niet van gekomen, want het is allemaal nog redelijk vers. Maar het idee is dat we elke keer beginnen met een topic van de week. Dus, ik zal hem even in de chat, dus topic van de week. Ja. En dan doen we daarna een kort survey voor topic voor de week erop. Dan een coin van de week. Dan de groepsbokaal. En vervolgens sluiten we af met een Q&A. Ja, dit gaat heel snel. Iedereen gaat allemaal coins roepen, maar dat is een beetje het idee. Dus we willen iets meer structuur aanbrengen. Er zijn eigenlijk vier grotere topics dan. Dus heb je het topic van de week, de coin van de week, de groepsbokaal, waar iedereen mee kan doen voor tradingwinsten. En volgens een Q&A, dus ik heb daar gegeven E&A, maar het is een Q&A, dus daar kun je allemaal vragen stellen. En zoals Robert zei, dan sluiten we dus af om 9 uur. Zodat iedereen ook weet wanneer die weer kan oproepelen. Of in ieder geval naar de partner terug kan natuurlijk. Precies. Dat is het idee. Maar ik zal volgende week nog wel even in een mooi sheetje, een beetje mooi gieten, dat het duidelijker te zien is. Ja, dus eigenlijk ook iedereen, denk even over na wat je volgende week behandeld wilt zien worden. Dan gaan we daar een algemene deler maken. En heb je in ieder geval een topic voor volgende week wat je graag zou willen weten. Ja, want we willen dus we gaan dus nu over Binance Leveraged Tokens hebben, maar daarna doen we dus een kort survey over wat voor onderwerp jullie graag volgende week behandeld zouden zien. Dus dan kun je zelf in de chat even roepen van, ik wil het hebben over de snollewolkers. Het moet natuurlijk wel iets van crypto gerelateerd zijn. Klopt. En dan maakt Jan Robert daar even een super duper mooie poll van. En dan gaan we dat volgende week behandelen. Ja, absoluut. Welk topic dan wint, gaan we dat dan de week erop behandelen. Absoluut. Ik doe even mijn camera tijdelijk uit. Dus dan de floor is yours, Jelle. Oké, dan gaan we dus nu beginnen met het topic van deze week. Nogmaals, welkom iedereen. Dit is een topic wat eigenlijk uit is gekomen omdat leverage tokens iets nieuws is. Wat door Binance werd aangeboden en het leek ons slim om daar eens wat aandacht aan te besteden. Ik zie al een interessante verwijzing overigens van Kees in de Facebook in de chat over het artikel in de NOS. Ik heb het artikel ook gelezen. Over de cryptohandel die gemanipuleerd wordt met pump-and-dump schemes. Ik kan zelfs duidelijk te merken uit van de schrijf van het artikel dat deze persoon en of weinig kaas heeft gegeten van crypto's. Maar ook zeker niet enthousiast is over crypto's. Want het ging eigenlijk alleen maar over de manipulatie van de cryptomarkt. En helemaal niet over de legitimiteit ervan. Maar goed, dat even terzijde. Is het een idee, Jelle, dat jij in ieder geval even de presentatie doet. Dat je straks de vragen, vragen straks even na je presentatie de revue laten passeren. Ja, dat is beter. Je hebt gelijk. Ja? Oké, is goed. Dan gaan we. Top. Dus, wat zijn leverage tokens? Ik ga eventjes kijken of ik het ik moet wel kunnen doorscrollen. Oh, dan moet je, de tweede moet je, ja, precies. En dan gaat het wel? Oh ja, oké. Ja, dan gaat het wel. Ja, je moet het aantikken. Dit is ook wel duidelijk. Dit ben ik. Ik ben de schrijver van het boek voor financiële beginners. En inmiddels natuurlijk ook actief in cryptoland.
Nou, in deze presentatie gaan we kijken naar wat zijn leveraged tokens en hoe kun je ze gebruiken om je exposure te hedgen. En we kijken natuurlijk ook naar wat de risico's zijn. Ik heb ook vooral geprobeerd om te zorgen dat je makkelijk kunt zien hoe je hier nou zelf mee aan de slag kunt. Dus het is ook een beetje een bespreking van hoe moet je dit dan doen. Het eerste stuk dus, wat zijn Binance Leverage Tokens? Nou, het heeft vooral te maken met het vergroten van je exposure via leverage. Een simpele definitie zou zijn, het zijn derivaten-instrumenten waarmee je leverage exposure kunt krijgen in een onderliggende asset. Dus het zijn zelf geen cryptocurrencies, maar ze geven exposure aan onderliggende cryptocurrencies. En die exposure is leveraged. We gaan er dadelijk nog even naar kijken, maar die leverage die loopt tussen 1.25 en 4. Iedere leverage token vertegenwoordigt dus een mandje van zogenaamde eeuwigdurende contractposities. Wat daarmee bedoeld wordt, is dat de positie, het is geen optie. Kijk, bij een optie is een expiratiedatum. Bij leverage token is die er niet. Dat mandje, dat blijft hetzelfde. Maar doordat de onderliggende asset in waarde kan stijgen of kan dalen, wordt dus dat mandje wel meer of minder waard. Dus het is wel belangrijk om te beseffen dat er geen einddatum ligt aan deze vorm. Want opties zijn natuurlijk ook een leveraged product. Hè, een derivaat product waarmee je leveraged exposure kunt krijgen. Namelijk doordat je dus zegt van ik neem een optie op het aanschaffen van 100 bitcoins, noem maar wat. Met expiratiedatum 3 maanden verder. Nou, dan kun je dus in die periode kun jij dan voor dat bedrag, als het een call optie is, kun je die bitcoin kopen. Maar daarna is het wel over. En dan is die positie ook, of dan is de optie die je daarin hebt, is nul waard. Dat is hier dus niet. Dit blijft doorlopen. Maar uiteraard beweegt de prijs van de leverage token wel mee met de prijs van de onderliggende asset. Een aantal belangrijke kenmerken, in ieder geval zoals die op Binance gelden, zodat je dat in ieder geval weet. Je kunt de leverage tokens op Binance verhandelen ofwel op de spot market. Dus het is gewoon een optie, dat heet gewoon trade. Dus dan kun je gewoon handelen op de spot market met andere mensen die ook in leverage tokens handelen. Of via Binance zelf. Dat heet dan subscribe en redeem. Dus dat is eigenlijk dan zeg maar kopen en verkopen. Op de spotmarkt heet het gewoon buy and sell. De leverage, dat is nog wel even een dingetje wat je goed in de gaten moet houden. Of in ieder geval, dat is goed om te weten. De leverage ligt dus 1.25 en 4. Hoe zit dat dan? Waarom varieert dat dan? Binance zegt dat ze een soort proprietary algorithm hebben, waarmee ze een soort rebalancing doen tussen de grootte van de leverage, afhankelijk van hoe de positie het doet. Dus als de positie aan het stijgen is, dan wordt de leverage vergroot. Als de positie aan het dalen is, wordt de leverage verkleind. Althans, ik moet het misschien iets beter zeggen. Als jij bijvoorbeeld koopt Bitcoin down, want je hebt Bitcoin up en Bitcoin down. Dat zijn dan zeg maar twee tokens. Als je de Bitcoin up koopt en de prijs van de Bitcoin die stijgt ook, dan gaat de leverage omhoog. Als de Bitcoin prijs naar beneden gaat, dan gaat de leverage dus omlaag. En daarmee verklein je dus het risico, zogezegd, dat je positie geliquideerd wordt en je maximaliseert eigenlijk de winst op het moment dat de positie in jouw richting beweegt. En goed, je hebt daar verder helemaal geen invloed op. Dus als ik een beetje kritisch zou zijn, zou ik zeggen, dan moet je dus maar Binance op hun droge ogen, met droge ogen geloven, wat Binance dan daarover zegt. Ik heb het zelf een beetje in de gaten gehouden. Het is moeilijk te bepalen. Het zit nou even niet te coinen. Het is allemaal coinsoort. Want ik ben binnen een presentatie. Ik heb hem even op stil gezet. Ik dacht wel dat ik enigszins kon zien bij het zelf traden, zeg maar, in die leverage tokens, dat
als de positie zich inderdaad in mijn richting bewoog, zeg maar, dat de leverage dan ook omhoog ging. Maar ik moet toegeven, dat is echt anekdotisch. Dus ik kan dat niet, ik kan dat niet staven met echt bewijs. Maar dat is in ieder geval wat Binance zelf zegt. Wat ook belangrijk is, is om te beseffen dat het geen margin trading is. Dus je hoeft geen onderpand te geven. Je krijgt geen margin call of wat dan ook als je positie zich te veel tegenkeert. Uiteindelijk is het heel simpel. Als jij er een tientje in stopt, dat is dan de minimale exposure. En de positie keert zich tegen jou, heel erg tegen jou. Dan is het maximale wat het verlies wat je op dat moment dan ook leidt, is 10, in dit geval dan Tether. Want dat wordt gedaan in Tether. Dus vandaar voor de beginneling onder ons. USDT, dat is gewoon, dat is Tether. Dat is een stablecoin. Dus dat is die de waarde van de dollar probeert te volgen. En dat doen ze overigens heel goed. Meestal is de Tether 99 cent of 99,5 cent of 1 dollar en 1 tiende cent. Dus het is een stablecoin en je moet minimaal 10 Tether inzetten. Dat is ook meteen dan je maximale verlies wat je inzet. Wat zijn dan de fees? Dat is misschien ook wel handig om te weten. Dat is eigenlijk heel erg overzichtelijk. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij een Tether Coinbase, waar je toen ik daar een review voor schreef op Foxinfo, moest ik echt heel erg induiken om erachter te komen wat nou precies de fees zijn op Coinbase. En die lopen aardig op. Bij Binance is het een stuk simpeler, ook met de leverage tokens. En dus als je bij de spotmarkt zijn het dezelfde fees als op de reguliere spotmarket. Oftewel heel laag, echt een paar cent. Als je via Binance zelf doet, dus dan heb je het over dat waar we het net over hadden, de subscribe en redeem, dan ga je eigenlijk, dan doe je het eigenlijk via de Binance Liquidity zelf. En dan moet je iets meer betalen, dan moet je 0,1% betalen bij zowel subscription als bij de redemption. Maar goed, er staat tegenover dat je dus, ja, die markt is eigenlijk altijd aanwezig en je hoeft dan niet naar de trade functie en nou, dat is het gewoon heb gedaan. Management fee is 0,01% per dag. Dat is eigenlijk heel laag, maar wel goed om natuurlijk in de gaten te houden. Maar dat betekent dus dat je als je positie langer open wil houden, omdat je bijvoorbeeld voornamelijk gebruikt als hedge, dan weet je in ieder geval dat je dus wel een zeer klein percentage moet betalen per dag voor management. Waar kun je ze dan vinden? De beroemde nieuwe Binance Leverage Tokens. Het is heel simpel. Je gaat naar derivaten en dan naar Leverage Tokens. Ik heb er een plaatje hiervan. Dus je bent, bij mij is het Engels, dus derivatives. En dan ga je naar Leverage Tokens. En dan krijg je een scherm met alle instrumenten. Op dit moment zijn het er nog vrij weinig. Zijn er maar 10 coins die worden aangeboden en dan zowel up en down, zowel up als down. Dus in totaal 20 instrumenten eigenlijk waar je uit kan kiezen dan. En dan hebben we het over BTC, Ethereum, ADA, OneInch, Polkadot, de Tron, de usual suspects, zeg maar. Daar kun je het dan mee doen. En hoe zit het dan precies? Nou, je bent dus op die pagina dan. Dan heb je de optie om te kijken naar alle tokens. In dit geval dus zo'n 20. Of alleen je eigen tokens. Dat zijn dan de positie die je hebt ingenomen. Hier kun je dat zien, My Tokens. Deze kolom, zeg maar de NAV, dat is Net Asset Value. Daarmee kun je zien wat op dit moment de value is van die token, zeg maar. Waarom zijn dan die grote prijsverschillen? Nou ja, als dus een token heel erg aan het stijgen is, dan gaat de waarde van die token dus omhoog. Dat zie je ook wel, want deze is dus omhoog gegaan in 24 uur. En dus is die een stuk duurder dan bijvoorbeeld de Wi-Fi Down, want die is 29% gedaald en dus is de waarde daarvan ook een stuk minder. De real leverage is wat op dat moment, zeg maar, dus daadwerkelijk de leverage is. Nogmaals, dat beweegt tussen 1,25 en 4. Last price is de laatste prijs waarvoor getrade is. Dit is de nummer 7 is de 24-hour change. Dus dat is duidelijk een koersverschil. En heb je nummer 8 is dan trade, subscribe en redeem.
Nogmaals, trade is dat brengt je naar de, zeg maar, de klassieke, het klassieke scherm van Binance, hè, met alle lopende posities, de chart, en dan kun je zien hoe die token het doet. En dus als je bijvoorbeeld een wifi down hebt, en in dit geval dan, hè, omdat die 90% gaat, dan zie je dus een dalende grafiek, zeg maar. En dan kun je zien dat die positie, ja, gaat dan niet, die gaat dus niet zo goed. En dan kun je zeggen, ik buy more, I'm selling. De subscribe and redeem is, dat gaat sneller. Daarmee, hè, dus als je op subscribe klikt, dan krijg je gewoon een soort schermpje. En dan kun je zeggen, nou, hoeveel wil je erin gooien? En dan is het dan maximaal hoeveel jij aan Tether hebt. En als je heel veel Tether hebt, dus bijvoorbeeld 10.000 Tether hebt, dan is het maximum 1.000. Want de market cap is 1.000 per dag. En dan kun je zeggen, nou, ik geef $50, koop ik die positie. Of in dit geval, dus je koopt dan dus een positie Wi-Fi down. Nou, en dan zit je in de markt. Die token die kun je dan vervolgens ook zien in je gewone spot wallet. Hè? De fiat en spot posities die je hebt, daar staat die gewoon bij. Als je er vanaf wil, kun je zeggen redeem, dan ben je er heel snel vanaf. Het kost dus ietsje meer, moet je rekening houden. Maar het gaat heel snel. En als je wilt traden, dan ga je gewoon weer naar, dan klik je op trade. Dan kom je in dat scherm van die het klassieke trading scherm. En dan kun je zeggen, nou, tegen markt of limit ga ik het verkopen. Dat wijst zich eigenlijk redelijk vanzelf, in de zin dat het allemaal hetzelfde is, vrijwel hetzelfde is als in het gewone traden. Is dan wel interessant om te weten, is dat je niet zomaar leverage tokens mag traden. Je moet er namelijk iets voor doen. Je moet een quiz halen. Je moet ook maken en daarvoor ook slagen. Dat zijn de 9 vragen bij. Je kunt, als je onzeker bent over je succeskansen, kun je eerst de quiz doen, door het quizfilmpje bekijken. En ze hebben dus een filmpje gemaakt van 6 minuten. En dan kun je zien wat het nou precies is. Maar ja, jullie hebben mij al, dus ik denk hopelijk dat je dat niet meer nodig hebt. Maar dan kun je dus precies kijken van, nou, wat zijn nou leverage tokens, waar zitten de risico's, wat is het verschil met margin trading en dat soort zaken. Nou, dan kom je dus in de beroemde quiz. Hier kun je alvast afkijken, de eerste 2 vragen. Alhoewel ik niet weet, misschien veranderen die vragen ook wel en maken ze het extra moeilijk. Ik had alle vragen goed, dus deze zijn ook goed. Nou, dan heb je de vragen dan allemaal beantwoord. Dan kom je op het token quiz schermpje. Dan zeg je, nou, ik ben boven 18. En dan confirm je en dan mag je aan de slag. Nou, wat is nou eigenlijk het nut? Want het is allemaal leuk, leverage tokens. En het is heel makkelijk om te doen. Je kunt echt met 2 druk op de knop. Nou, je moet wel eerst de quiz passeren. Maar dan kun je met 2 druk op de knop kun je in al die posities springen. Maar wat kun je daar precies mee? Nou, er zijn eigenlijk 3 dingen die waar je dit voor kunt gebruiken. Een van de misschien wel meest obvious redenen is dat je kunt hiermee heel makkelijk speculeren op daling van een coin. De meeste van ons zitten waarschijnlijk vooral te kijken naar de lange termijn stijgingskansen of misschien ook wel speculatieve stijgingskansen. En dus wij zitten allemaal voornamelijk long. Oftewel, wij speculeren op stijging. Maar, zoals jullie allemaal wel weten, zijn er natuurlijk ook kansen dat een coin gaat dalen. Zeker nadat het bijvoorbeeld een flinke stijging is geweest, dat je denkt, misschien komt er een pullback. Nou, dan is het op Binance niet zo heel makkelijk om daar eenvoudig op daling te speculeren. Tenzij je in de opties gaat, daar weet Robert overigens alles vanaf. Dat kan overigens ook bij Binance. Maar hiermee kun je dus met de leverage tokens kun je heel eenvoudig ook speculeren op daling en met leverage. Niet enorme leverage. Hè. We hebben het over, ik denk zo gemiddeld is het vaak zo 2,5 keer de waarde van de coin. Maar toch, je kunt daarmee substantieel verdienen aan de daling van de coin. Dat is reden nummer 1. Reden nummer 2 is, je kunt hiermee dus ook je posities afdekken. Daar moet je mee experimenteren als je dat graag wil. Maar
het zit eigenlijk een beetje als volgt. Stel dat je nou een positie hebt in Ether bijvoorbeeld. Je zegt, nou, ik heb een flinke positie genomen in Ether. En ik wil, de Ether gaat heel goed. Dus de kans op daling is heel erg klein. Maar ik wil eigenlijk ook een beetje de winst die ik heb gemaakt een beetje afdekken. En ik wil toch in die positie blijven. He, dus je wil niet, want je kunt er altijd je winst uitnemen. Maar als je toch in de positie wilt blijven, kun je ook zeggen, nou, ik neem, ik koop een aantal ETH down posities. Of ik neem daar een positie in. Als dan de Ethereum naar beneden gaat, verdien je daaraan, terwijl je dus aan je normale positie verliest. Nou, op die manier kun je dus een stukje hedgen. Want je hedgt daarmee eigenlijk tegen daling. Kost wel geld natuurlijk. Want je moet dus daar een beetje voor betalen. Niet zoveel overigens. Maar als jouw positie dan blijft stijgen, dan profiteer je daar natuurlijk ook iets minder van. Hè? Want ja, je hebt immers dan een ETH down leverage position genomen. Dus als Ether dan stijgt naar 4000 van 3500, dan moet je in die positie, in die ETH down positie, moet je daar iets voor betalen. Daar moet je er zelf een beetje mee aanrommelen eigenlijk, als je daar geïnteresseerd in bent. Maar dat is wel zeker een mogelijkheid. En de laatste mogelijkheid is dan, je kunt natuurlijk ook double down. Hè? Je kunt ook speculeren. En je kunt ook zeggen, ik geloof dat bijvoorbeeld de ADA, dus Cardano, dat die omhoog gaat. Maar, en ik heb zoveel vertrouwen in, ik wil eigenlijk met een lager bedrag, wil ik een grotere positie innemen. Nou, daar is het ideaal voor, want je kunt daarmee dus speculeren in de stijging van de ADA met zeg maar 2,5 leverage. En als je goed gaat die leverage nog omhoog. En dat kost dus minder geld. Daar staat natuurlijk tegenover dat je kunt niet steken met een, als je daar geïnteresseerd bent, je kunt niet steken met een ADA up leverage token. Want je hebt niet daadwerkelijk ADA in je bezit. Je hebt een aandeel eigenlijk in een mandje ADA's. Maar niet ADA's, je hebt zelf geen ADA's. Dus je kunt niet steken en je kunt ook niet, op dit moment althans, het niet uitnemen naar bijvoorbeeld een cold storage wallet. En je kunt wel, je kunt het op Binance bewaren. En dan kun je natuurlijk ook heb je allerlei bewaringsmogelijkheden, maar je kunt het niet op je ledger zetten nog. Dat gaat misschien wel veranderen, dat hangt maar vanaf hoe succesvol het is. Hè. Binance, zoals de meeste van ons denk ik wel weten, als je veel Binance zit, die experimenteren graag, dus die doen graag nieuwe dingen. Dit is ook een nieuw ding. Het kan dus goed zijn dat dat wel zo gaat worden in de toekomst, maar op dit moment in ieder geval nog niet. Dus ja, de drie dingen die je dus kunt. Hè, je kunt dus hedge tegen je positie. Je kunt speculeren op daling op een makkelijke manier. En je kunt zeggen, nou, ik wil meer. Ik heb zoveel vertrouwen in dat het gaat stijgen. Ik wil met kleine kapitaal ook beter kunnen speculeren op stijging. Wat zijn dan de risico's? Nou, die kan ik eigenlijk in één zin samenvatten. Vandaar deze mooie zin, rien ne va plus. Wie weet hoe dat deze zin afloopt. Het is een oud gezegde, wat wel eens in het casinowezen wordt gebruikt. Rien ne va plus, en dan? Ja, het geld is niet meer van u. Ja, het is niet meer van u, precies. dat is de strekking hiervan. Ja, toe et pour le casino, inderdaad. Maar rien ne va plus, het geld is niet meer van u. Want het maximale risico is te groot van je totale positie. Het is heel simpel. En je kiest een bedrag wat je inzet. Dus zeg nou $50, $50 tether, dat is eigenlijk $50. Je zit dan in je positie. Als de positie zich helemaal tegen jou keert, echt volledig 100% zich tegen jou blijft keren, dan kan het ook naar nul. Dat is natuurlijk overigens ook zo met iedere andere investering die je doet. Als je crypto's koopt, of als je aandelen koopt, dat kan ook naar nul. Maar dus, uiteindelijk is dat je maximale positie. Ja, je maximale risico. Maar je kunt in ieder geval nooit meer verliezen dan je inzet. En er zijn ook nog mogelijk als je bijvoorbeeld een ongedekte optie schrijft, dan kun je of van meer in het grip. Dat kan hier dus niet mee. Dus je maximale risico is je totale
exposure van waarvoor je hebt die tokens hebt gekocht. Ondertussen zie ik alleen maar het service summary. Oh, ja. Sorry. Sorry. Ik ben niet helemaal klaar, maar... ik was alvast aan het precies conclusie. Heb ik nou een schermpje overgeslagen? Of, Nee, denk ik niet. Nee. Dat zijn de risico's. Ja. Je hebt het net gehad. Nee, ja, wacht even. Ik heb het schermpje overgeslagen, want... Nee, niet. Oh, nee, niet. Nee, niet. Klopt. Nee, niet. Conclusie. Ja, de conclusie is dus... Ik heb zelf ben ik ook leuk mee bezig geweest. Ik raad je aan als je hiermee aan de slag wil gaan... om je wel een beetje in te lezen. Doe die quiz. Ja, die moet je trouwens doen, maar doe hem ook. Misschien kijk deze presentatie nog eens door. Want kijk, er zit eigenlijk niet zo heel veel risico's aan voorbij datgene wat je inzet. En dat vind ik zelf altijd wel prettig. Ik ben zelf niet zo fan van als je dan ineens ook nog een margin call krijgt en je moet allemaal bij gaan storten. Dat is hier dus niet mee. Dus dat is mooi. Ik zie of zo'n vraag is risico dan met of zonder leverage. Nee, de leverage, dat zit ingebakken in de tokens zelf. Dus het is altijd leverage. Maar jij zet dus een bepaald bedrag in en dan daarvoor stap je dus in. Krijg je dus een stapje in die token, krijg je eigenlijk een aandeel in dat mandje. Ja, en als het goed gaat, dan verdien je meer dan je normaal zou verdienen met hetzelfde bedrag. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus je kunt er, ik heb er nog niet echt veel mee gewerkt, moet ik zeggen, met het afdekken van posities. Ik ben daar wel zelf in geïnteresseerd, dus ik ga daar wel meer naar kijken. Maar waar ik zelf dan vooral in geïnteresseerd ben, is het feit dat je dus makkelijk kunt speculeren op daling. We weten nu ook allemaal wel eens coins instorten. En dan denk ik ook wel eens, wil ik eigenlijk wel daar ook wel op inzetten. En dat is hier makkelijker mee. De waarschuwing op het einde, onderaan, is ook duidelijk. Pas op met leverage, want het kan hard gaan. Ik zou zeggen, probeer het zelf. Hoor ik graag in de toekomst hoe het jullie vergaan is. Okay. Ja. Dat was de presentatie. Vragen? Hartstikke goed, Jelle. Ik weet niet of ik ook goed verstaanbaar ben. Ik had wat probleem met de microfoon ook vorige week en vanochtend vanavond ook een beetje. Ik heb een aantal vragen trouwens. Dat is namelijk... over de... Even kijken waar dat staat. Ja, kun je het vergelijken met turbo's. En dat is inderdaad, Tjeu. Met turbo's kun je ook inspelen op een koers daling of stijging. En daar is het verschil mee dat je met turbo bijvoorbeeld je eigen leverage kan bepalen. Maar met de Binance Leverage Products, up or down, dan leg je gewoon een bedrag in. En de leverage wordt dan door Binance zelf bepaald via algoritmes, zoals Jelle heeft uitgelegd. Maar het is in ieder geval mooi dat je namelijk wat je inlegt kun je kwijtraken. En er zit geen afloopdatum in. En dan kun je dus ook inspelen op een koersstijging, een koersdaling. En het is dus niet vergelijkbaar met de CFD, want met de CFD heb je eigenlijk een open risico, ongelimiteerd risico. En dat is ook ben ik zeker met Jelle eens, dat je namelijk afgedekt bent. Het is niet zo dat de broker nog even komt halen als je scheef zit. Als je dan bij moet storten. Daar hou ik ook niet van. En ik heb ook heel veel ervaring met schrijven opties. Dat is ook niet altijd goed afgelopen. Dus Deborah die vraagt. Dus alleen met daling afdekken. Niet speculeren op stijging. Ja, dat is eigenlijk een keuze. Kijk, ik zou eerder gezegd alleen met spotmarkt handelen. Met andere woorden, zonder leverage. 1-op-1. Ik heb ook weer net een paar trades gedaan voor de Extend. Ik knal €500 in het vet. Dat is ook mijn inleg. En zonder hefboom. Want een hefboom is een double-edged sword. Hè? Want als het goed gaat, gaat het goed. Maar als het fout gaat, gaat het goed fout. Dus pas er heel goed mee op. En inderdaad, hoe ik het zou doen. En dat is ook een ding waar ik wel over zit te filosoferen, Jelle. Ik heb natuurlijk ongeveer meer dan 12.000 in die extend portfolio nou zitten. En dat is ook een ding wat ik toch belangrijk vind om
ja, toch te benadrukken van, ik zit te kijken, moet ik ook een dekking innemen, maar ik wil ook niet SEC met futures aan de slag. Dan zou zo'n Binance Leverage Token, BLVT, op zich een uitkomst kunnen zijn. Dan zou ik dus niet een hedge zoeken op een coin die ik al bezit, maar dan zou ik een andere coin pakken. Bijvoorbeeld. Ja, ja, precies. Dus ja, dat is, zo zou ik het spelen. Maar goed, iedereen moet doen wat hij zelf goed is natuurlijk. Ja, en Les die vraagt, kun je ook voordoen op Binance? Dat is een goede vraag, zou ik ook vragen. Maar dat is voorbehouden aan de premium leden. Dus wij geven, nee, we geven dus ook heel veel waarde in die extend. Niet alleen door voorzet voor open doel, die je eigenlijk niet kunt missen met rendement. En voor de premium leden met extend of andere portfolio's doen we dat ook gewoon voor. En, ja, ik wil even aangeven hier, even inbreken, want ik wil dat eigenlijk aan het begin al zeggen. Voor degene die nog niet de extend doen, waar van de week heeft Jan Robert weer een aantal uitstekende coins aangeboden. Ik vind eigenlijk wel dat we daar even een klein applausje mogen doen. Want ik noem bijvoorbeeld de Bitcoin Diamond, die, ik zal even kijken hoe het nu zit. Ja, 100% volgens mij, hè? Bitcoin Diamond heb ik gekocht. Ik heb hem zelfs iets hoger ingekocht, volgens mij op 2,38 in dollarcent. Jan Robert had het over 2 euro. Die is dus nu waard $6.42. Dus ik heb daar een stijging op gehad van 170% in een week. Ja, dus kijk, weet wel, degene die van ons die de extend, of van jullie die de extend, dat je zegt van, nou, daar betaal ik dan ook 1000 euro per jaar voor. Dat is natuurlijk voor een jaar, hè? Per jaar. Dat is natuurlijk een schijntje, want alleen met deze coin heb ik het al terugverdiend. Ik weet niet hoe bij jullie zit, maar dat was al genoeg. En dan had je ook nog de, was ook volgens mij deze week, correct me if I'm wrong, de PNT. Beek. Dat was de week daarvoor, die is inderdaad ook enorm geëxplodeerd. 400%. Is nog kaart gestegen. Je had nog eentje. Welke was dat nou? Die was ook hard gestegen. Dan ben ik even kwijt. BTS was dat? Nee, een Quantum. Ook 58% gestegen. Ik wil maar even aangeven. Daar mogen we jou best wel een beetje voor klappen, want dat heeft hij goed gezien. Dankjewel. Ja, nee, eer weer toekomt, denk ik dan. En EOS was ook een hit. ONT was ook een hit. Ja, wat is geen hit, hè? Dankjewel. Dat mag ook wel eens gezegd worden, want kijk, echt van, we bieden dan waarde aan. En het klopt, er wordt waarde aangeboden in dit webinar en dit Telegram chat. En dat is allemaal waar. Maar er wordt ook gewoon keiharde knaken waarde gegeven. Waar iedereen die trades dan die jij aanreikt of doet, ook voor wordt in geld voor wordt beloond. Dus, ja, precies. En nog een ding, hè. Ik vanaf februari €8500 geïnvesteerd, 6986 winst, waarvan 4400 gerealiseerd, wel weer hergeïnvesteerd. Mijn vraag is eigenlijk ook, of degene die ook al met extern meedoet inderdaad, of die ook inderdaad die percentages haalt, en ook wat voor ongeveer rendement dat die dan ook gehaald heeft. Dus ik zit niet zomaar iets te zeggen. En we zijn ook nooit aan het achteraf analyseren, want iedereen kan achteraf precies de bodem aangeven wanneer dat je had moeten kopen. Maar ook wanneer dat je had moeten verkopen. Ik heb inderdaad ook niet stilgezeten voor afgelopen half uur, want voordat ik met Jelle in conclave was over deze presentatie, had ik nog 2 coins opgepikt. En degene die met die extreme meedoet, heeft natuurlijk ook alweer net een open schot voor open doel gekregen. En ik hoop dat jullie daar de voordeel mee doen. Ik heb ondertussen ook een survey erin gezet, hè. Dat is dus voor welk topic wil je daarin zien. Ik hoop dat dat zichtbaar is, want ik ben niet... Dat is zichtbaar. Maar jullie moeten dus eigenlijk eventjes zelf, denk ik dan, moeten ze in de chat even aangeven welke topics ze willen zien dan, of niet? Ja, weet ik niet. Ik doe even een end voting, even kijken of dat lukt. Want ik zie nu alleen maar de vraag welke crypto topic wil je graag volgende week zien. Eigenlijk moeten jullie aangeven waar willen jullie dat het volgende week over hebben. Ja. Dan voeren we die in en dan kan iedereen daar even over stemmen. Dus wat willen jullie dat we behandelen bij het volgende webinar? Dat is een goede vraag. Maar gewoon tussen wel even over nadenken. Maar dat is,
Dat is in ieder geval de vraag. Ja, hij wil dus deze week ook een coin van de week doen, maar dat is... ik weet niet eigenlijk of dat niet een beetje kort dag was. Nee hoor. Nee hoor, ik verzin ter plekke een coin van de dag, maestro. Dat is geen probleem. Nou, oké. Ja, misschien kunnen we dat... Dus als jullie ondertussen even nadenken over wat jullie volgende week behandeld willen hebben. En dat even in de chat gooien als je iets bedenkt. Dan doet Jan Robert anders nu eerst de coin van de week. Is dat een idee? Ja, precies. Ik wil even laten zien dat... dit is een of ander... kijk, dit is ons... een portfolio van JGR portfolio. We hebben 1260 ballen erin gedouwd. Total opens $514. $437 is door ons gegenereerd en 76 door de deelnemers. Ah, dat is toch een leuke $500 winst, waarvan dus de winnaar van de groepsbokaal 20% krijgt. Ja, en geen malus. Hè? Dus als wij in de min duiken, hoeft iemand niet bij te lappen. Precies. Nou, ik vind eigenlijk wel, maar goed, ja. Dit is die leuke. Dat is Bakery Swap. Die staat $400 in de plus. Met een investeringje van 100. Dus dat is mooi. Ja. Dus dat is een die hele... Die is ook een goede geweest. Die is ook flink omhoog gegaan, ja. Uiteindelijk. En ik heb dus hier bij de Extend Portfolio heb ik een leuke. Dat is dus... inderdaad, wat ik hier heb aangegeven, $6900. Dus dat is een interessante. Degene die. Ik heb al een lijstje gemaakt, zeg maar, over de. Vanaf het begin. Ik heb Jarno, die is met Ethereum begonnen. Ik weet niet of je hem naar boven kunt scrollen, Jelle. Oh ja, je wilt dus nu even de coin van de week. De groepsbokaal wil even doen. Ja, dus ik zit zelf te kijken naar, we hebben een aantal swing trades al gedaan. Daar wil ik een coin zo voor op pikken, één coin dus. Jullie kennen het, you know the drill. We gaan voor $100 een coin kopen die Jan en ik uitkiezen. Ja. En we gaan dan de coin die de meeste stemmen krijgt straks, die krijgt dan, die krijgt daar dan de punten voor. En die neem ik op voor $100. Ja. Ja, we hebben dus, Jan had je al gedaan, Jan alleen met ETH, en dan hebben we Jode Bakker. Nee, wacht even hoor. Dus met andere woord, wat ik nu ga doen, dan ga ik even die doen. Oh ja, en dus de coin van de week doen we nog, en de Q&A. Ja, precies. Met andere woorden, moet ik de survey doen. Dat is top share, zo. Wat we dan moeten doen, is de survey van de coin, hè. Coin van de week. Een coin van de week. Dan gaan we deze erin zetten. Pick your coin. Favorite. Hoe is het? Favorite. Favorite coin. Dan doen we dus... ik begin dus met Arno. Die had dus Ethereum. ETH. Ja. Ja. En dan heb ik Brucic. Bernard. Leuk dat je bij bent. One inch. De Nano. Met jullie ook? Nee, dus Nano. Maar we gaan bovenaan beginnen. Ja, dat is bovenaan. Dat is bijna bovenaan. Oké, Nano. Staat genoteerd. ETH dus. En dan Bushes. Met, even kijken. Peterfood, BTG. Ja, Hans de Bruin met de KND. KND, ja. Dat is een inch, maar die had je al volgens mij, een 1 inch. KND. En dat is, de 1 inch is van Bushes. Ja. En dan hebben we Peter Voet met de BTG, Bitcoin Gold. Dat is dus 1 inch. Ja, die heb ik al. Dus deze. BTG, dat is inderdaad Peter Voet. Ja, die heb ik. Samin is de Zilliqa. Ja, Zilliqa, Zil. Ja. Arjen gaat voor, Arjen van Wolven gaat voor AVAX. Ja, AVAX. Dat was een mindere trade volgens mij voor de extend, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ook niet zo dramatisch. Ja. John, WiFi. WiFi, inderdaad. En dan Wim Kassen met XRP. Ja. Angela met Haven. Ja. Made in Heaven. Ja. Richard Corbin met Link. Ja, dat is Link, hè? Ja. En dan Thieu met de nuls. Hoeveel hebben we er nu? Wacht even. Een Link. Wacht even hoor. Dan, volgens mij is er ook nog KO, die zegt Ethereum Classic. Ja, maar die... Nee.
Nee, je zegt gewoon ETC, heb ik gewoon niet. Oh ja, je hebt gelijk. Dat had ik even niet gezien. Je hebt gelijk. Dat is een andere. Ja, dat is een andere. Wacht even hoor. Want Tjeu, dat vind ik wel leuk, want Tjeu Nulens, die heeft zijn coin, voor mij heeft Tjeu zijn eigen coin uitgebracht. De nuls. Hè? Ja, of niet Tjeu? Ik ken hem niet, de coin, maar ja, ze stoppen hem erin. Ik zie nog een... heeft nuls, nuls, ja, Nulens, dat is een nuls coin, hè, volgens mij, Nulens coin. Ja? Dodge, ja. Ja, ja, Dogecoin. De Qtum. Dus van Peter V. Ja. Peter V. De Cummies, is dat een coin? Dat is toch geen coin? Ja, maar, nee, klopt. Cummies, ja. Maar nooit van gehoord. Oké. Okay. Moet wel trouwens op Binance genoteerd zijn, anders doe ik hem niet. Ja, maar ik zet hem wel bij. Zijn we er al, bijna, zijn we al bijna uit nu? Want, MTL, we hebben nu 17. MTL inderdaad nog, zie ik hier. Ja. Even kijken. Nee, dat was het wel zo'n beetje. Ja, nou dan knal ik nu deze erin. Even kijken hoor. Ja. Finish and save. Dan mag iedereen nu volgens mij... Oké, knal hem erin. Ja, Ontology was ook een hit. Ja, wat is geen hit, hè? Ja, dat is een En Simon zegt, het is te moeilijk voor mij. Kijk, als je een bal voor open doel, of je moet helemaal niet kunnen voetballen, maar als jij voor open doel staat, 1 meter voor de goal, je hoeft de bal alleen maar in te tikken. Dat is helemaal niet moeilijk. Ja, maar misschien ging het wel over leverage tokens, want dat is... Leverage tokens, ja, klopt. Klopt, is, kijk, daar is de learning curve is misschien, lijkt steeper dan die is. Het is uiteindelijk echt vrij eenvoudig. Je moet vooral in de gaten houden dat er... omdat het met leverage is, dat het dus ook harder zich tegen kan keren als voor je. Dus als je nou zegt van, ik ben heel erg geïnteresseerd in wel, maar ik ben een beetje bang om geld te verliezen. Nou, dan doe het dan alleen voor een tientje. En dan kijk je wat dat voor je is. Trouwens, even voor de goede orde. KND moet Komodo zijn. KMD. Ja. Oh, oké. Okay. En hier zit ik nog een vraag. Van Tjeu, ja. Kan je een voorbeeld geven van hoe je een longpositie afdekt met een downcoin op het ETH? Ja, live voorbeelden doen we dus alleen voor, voor premium leden. Maar ik kan je wel gewoon zeg maar, zeggen hoe het werkt. Hè? Dus als jij dus een longpositie hebt in ETH en je wil die afdekken, dan kun je zeggen, nou, ik neem bij leverage tokens, koop ik een positie in de ETH down. Zo heet die token, die heet gewoon ETH down. We hebben ook een ETH up. Maar in dit geval koop je een positie in ETH down voor een bepaald bedrag. Als de ETH dan naar beneden gaat, wordt die positie meer waard. En jouw andere positie, jouw echte ETH-positie wordt natuurlijk als ETH naar beneden gaat, wordt jouw positie daarin minder waard. Maar de ETH down, die wordt meer waard. Dus op die manier dek je als het ware af. Misschien is dat de moeilijkheid. Het is niet zo dat je daardoor minder verliest in de Ether-positie zelf, want als die daalt, dan daalt die. Maar dat wordt gecompenseerd door jouw leverage-positie in de ETH-down-token. En hoe meer. Het is gewoon een hedge. Dus wordt het een compenseert het andere. En wat ik zeg, dan moet je zelf een beetje kijken van het hangt af van hoe groot je positie is, hoe groot je dat dan ook moet afdekken, of je het wel helemaal wil afdekken. Maar als je bijvoorbeeld zegt, ik deel het deels af, dek het deels af. Dan verminder je dus je daadwerkelijke exposure. Zo simpel is het. Want je wordt dus deels gecompenseerd. Het is een soort verzekering. Zo zou je het in dit geval dan gebruiken. Ja. Oké. Okay. We zijn nog aan het stemmen, zie ik. We hebben 42%. Oh, het is ineens heel groot geworden. Oh, dat is alleen maar mij. Ja, 42%. Dus even gas geven, want dan gaan we straks afstempelen. Ja. En dan gaat Jan Robert nog een coin bespreken. Wat is de coin die je gaat bespreken deze week? Ja, wat ik wel een mooie coin vind, eerlijk gezegd, dat is WePower. Waarom WePower? Omdat, er is een kleine geschiedenis. Ik ben een aantal jaar geleden ook voor de crypto-events natuurlijk als keynote speaker uitgenodigd. Kwam ik ook een knakker tegen van WePower. En die doet in Renewable Energy. Die wil eigenlijk een soort energy trading. En dan voornamelijk energy producers van schone energie.
Wilde ze op de grid plaatsen. Dus dat het ook via blockchain kan worden verhandeld. En een super cool project, vind ik. En naar mijn mening heeft die token nog te veel minder. Ja, is eigenlijk undervalued. Dus ik wil graag WPR naar voren schuiven, WPR. Ja. En die is, volgens mij in BTC is die verhandelbaar op Binance. In een pair BTC. Dus dat is mijn pick of, ja, mijn coin pick of the week. Ja, en dat is ook wel... Ik weet niet of je het mee eens bent, Jelle. Ja, ik vind het een goede coin. Ik heb hem, ik zag ook jouw trade daarvoor langs zien komen in de BTC. En maar ik ben sowieso wel gecharmeerd van de opening die deze coin, en er zijn daar natuurlijk meerdere, biedt in het verhandelen van renewable energy op een lokaal niveau. Dat vind ik super interessant eigenlijk. Dus ik vind het ook daarom al een mooie coin. Het is een hele interessante use case eigenlijk. Ja, ja toch? Dus, ik denk het wel. Wacht even, ik moet even... Ja, we zitten op 50% bijna. Even kijken hoor. Als ik richting de 60% ga, dan stempel ik gewoon af. Ja, hebben we ook in portefeuille inderdaad, Tjeu. Ja, wat hebben we niet, hè? Dus... ik zie Ethereum naar beneden klappen, eerlijk gezegd. Dus, dat is allemaal halen en brengen. WPR, oh ja, dankjewel Anjo voor jouw toevoeging. Op WPR is ook in euro genoteerd op Coinmerse. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik handel het liefst op Binance. En dat komt namelijk omdat Binance dus vrij goedkoop is. Zeker als vergelijk met Binance. Want Binance heeft 0,1% aan kosten. Dus in en uit 0,2%. En Coinmerse is 2,5, dus 5% wat je weggeeft eigenlijk. Maar goed, voor degene die zweert bij Coinmerse, dat kun je zeker doen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat er een... qua UX een betere applicatie is dan Binance, want Binance sucks wat dat betreft qua resultaat performance meting. Dus daarom zit ik ook met die Excels heen en weer en het schuiven altijd. Ja. En, maar dit is dan ook, als ik even Coinmerse naar voren schuif, dat is deze. Als het goed is gezien, dat ook hier 40% bijna op Coinmerse en nog een deel op Binance. En ik moet wel eerst zeggen dat het Coinmerse is eigenlijk wel gebruiksvriendelijker. Betaal je ook wat voor. Alleen het probleem is dat bij Coinmerse heb je misschien 150 of 200 coins. En bij Binance richting de 1000 ongeveer. Ja. Oké, ik zie 53% Jelle. Ik zie jouw rondje draaien. Dat komt omdat bandbreedte misschien in New York wat minder is. Ik weet dat de energy grid in New York of in heel Verenigde Staten een beetje volgens mij een staat heeft van de derde wereld land. Volgens mij. Ja, en tegenwoordig zit echt iedereen natuurlijk nog veel meer op internet dan vroeger, al vanwege de pandemic. Dus het klopt dat de verbinding hier is een beetje shaky af en toe. Ik krijg bijval van Gerrit. Ja, het is gewoon... Jelle, 53%, ja. Zal ik hem afklikken? Ja, we gaan stemmen, want we gaan door naar de... We gaan dus dan de bespreken. Dus jongens, nog 10 seconden, 9, 8, misschien, 7. Ik denk dat je even je microfoon, althans je camera uit moet zetten. Okay. Nu ben je terug. Ja, Jelle, 54%. Doen we het voor of niet? Ja, we doen het voor. Kom op. Gooi, laten we, want we willen verder. We willen naar de coin van de week bespreking. Precies, ja. Wie heeft er gewonnen? Ik ga eventjes... Even kijken, ja. Nou, ik zie 16% Ethereum. Ik pak even de groep. Dat is duidelijk, hè? Wacht even. Ja, we gaan. Ja, dus het is iedereen gaat voor ETH. Nou, dat is een makkelijke winnaar dan. En dan de nummer 2 is. Dat was Jarno. Die had de ETH volgens mij. Ik moet even kijken. Jarno heeft Ethereum. Die is 16%, zie ik. Die heeft gewonnen. En wie zijn dan 2 en 3? 6% Link. 6% zie ik. Link. Dat is Link. Ja, nou krijgt er 10 punten bij. Die gaat dat is van Rick. Rick?
Even kijken. De link was van Rick. Rick wie? Robert, wie is dat? Richard. Corving, is dat de link? Ja, Richard had link. Die staan, dus die krijgt er 5 punten bij, die gaat naar 15. En wie was dan de nummer 3? Dat is... Ja, dan heb je een probleem, want het zijn even van 4%. Ja, dan kiezen we er even eentje uit. Dan doen we even kijken. Je moet even naar beneden scrollen, KO. Dan zie je het vanzelf. Ja, dus heb ik Dogecoin heeft inderdaad 4% heeft die. Ja, 1-inch ook. Nano. Welke werd daarvan als eerste genoemd? Volgens mij de Nano. De Nano staat helemaal bovenaan als Jo de Bakker. Vind ik dat eigenlijk... Dan ja, geef Jo maar punten. Ja, klopt. Die krijgt 3 punten. Dus is dat een nieuwe regel van de jongens? Als een gelijk spel is, dan krijgt degene de coin die als eerste genoemd is, die krijgt de punten. Anders is het niet te doen. Ja, anders is het zeker niet te doen. Dus de tussenstand is op dit moment is Jarno, die staat flink bovenaan met 35 punten. K.O. oftewel Karen, die komt in op de tweede plek op dit moment. Die heeft 21 punten. Dan hebben we Richard Corving. Die heeft vanavond natuurlijk ook punten gescoord. Die heeft 15 punten. Dan hebben we Jo de Bakker. Die heeft ook punten gescoord. Die heeft 13 punten. Dan hebben we een rijtje met mensen met 10 punten. Dus Gert, Jan, Ruud en Thieu. En Bernard Bucic. Dan een aantal mensen met 5 punten, 3 punten, 1 punt en 1,5 punt en 1 punt. Maar het kan snel gaan, dus blijf vooral meedoen, want het is nog niet voorbij. We moeten eigenlijk... Wat is de einddatum, Jan-Robert? We hebben eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Wanneer sluiten we het seizoen af? Dat we, zeg maar, is dat een goed moment? Ja, 1 juli vind ik wel een mooi moment. Zomerstop. 1 juli. 1 juli, ja. Ja, oké, dus 1 juli kerst. Nee, wat we doen in september beginnen we dan weer met een nieuwe. Dus precies. 1 juli, oké. Okay. En dat is dan, 1 juli. En dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, dan pakken we de rendement van 1 augustus. Is dat een idee? Ja, dat is oké. Okay. Want degene die op 1 juli nog meedoet, dan als dat de laatste datum is, dan hebben we nog een weekje de tijd of maandje de tijd om rendement te maken. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Ik zie trouwens. Jarno zegt bedankt voor de stemmen. Graag gedaan. Ik heb niet gestemd trouwens. Kees Versenput, waar blijft de muziek? Nou, nog niet. We zijn nog. Nee, op het eind. Tjody zegt: ben er volgende week niet bij, maar ik stem weer op nuls. Ja, je moet wel bij zijn, Tjody. Ja, vind ik ook. Je kunt ook niet met volmacht stemmen. Of even inbellen. Of via de. Het is wat ingewikkeld, dat vergeet ik toch. Nee, je moet er gewoon live bij zijn. Oké, okay, en een dingetje, Jelle. Ik heb een vraag. Ja. De topic. Heather, die vraagt, is TenX ook te doen voor Engelstaligen? Jawel, het is buy and sell. buy and close sell with a profit or loss. Het is zo dat je de trading alerts in het Engels krijgt. Alleen het is facultatief dat je namelijk... op woensdag, de webinars, hebben wij in het Nederlands, maar dat is facultatief. Hedda zit zelf in 10X inderdaad. Ja. Ja, het is ook vooral, kijk, alle vragen die je wilt stellen, dat kan gewoon in het Engels, en die worden ook in het Engels beantwoord, als je wil, alle trades in het Engels te volgen. Mm-hmm. Het is misschien voor een Engelstalige wat lastiger, natuurlijk om de gesprekken in het Telegram kanaal te volgen, want dat zijn natuurlijk allemaal Nederlands die met elkaar praten. Maar als je zelf Engels bent en je wil de signalen volgen en vragen kunnen stellen, dat is geen probleem. Dus, nee, precies. En dat zijn wel belangrijk, in ieder geval, dat is een belangrijk deel, zou ik zeggen, van de 10X, toch? Dat is de trading signals en het feit dat je zelf vragen kunt stellen over allerlei trades en positions. Ja, dankjewel Heather. En wat ook een dingetje is, we hebben namelijk ook Calendly Link. Dus mocht er echt tegenaan worden gelopen, kun je altijd een Calendly Link even een call in plannen. Dan helpt ons team hun mee, of hem of haar mee. Dus dat geldt ook voor iedereen natuurlijk, hè? Ja. Ik zie even kijken hoor. Dan, ik weet niet of jullie mijn scherm ook zien.
Ja. Dus we staan nu op 40,68%. Dus niet verkeerd. En we hebben audio en swipe hebben wij vorige week gedaan. We komen dus vandaag WePower en Ethereum komt erbij. Ja, ja. Ja. Ja, die is al aardig. Dirk Kessel zegt een column. Wat is een call? Is dat C-O-L-L? Wat betekent dat? Moet het met column een A? Of zo? Nee, ik weet niet wat Dirk... Ja, Dirk, of is het een berg, een call zeg maar om te beklimmen? Nee, een call. Een call. Nee, inderdaad, via Calendly kun je namelijk in je eigen agenda, een collega, precies, je kunt namelijk via Calendly link in je eigen agenda prikken. En dan ben ik bijvoorbeeld beschikbaar tussen 9 en 11, ik noem wat, en dan kun je dat gewoon blokken. Oké, dus dat gaan we doen. Collega is ook Engels inderdaad, colleague. Ja, thanks. Ik heb een vraag. Volgende week, de topic. Had je ook al nieuwe topics in de chat gedropt, of niet? Nee, zien jongens. Wat wil je dat we volgende week bespreken? Precies. Slinger het even in de groep, in de chat. Dan doe jij de coin en doe ik ondertussen een beetje in de gaten houden wat ze willen. Precies. En Wim Kaspers, die zegt, zijn dit de nieuwe UEFA-regels? Ja, wij veranderen de spelregels tijdens de wedstrijd. Ook zo corrupt als weet ik niet. We willen het allemaal wat strakker maken, dus vandaar dat we een aantal kleine wijzigingen hebben doorgevoerd in het format. Ja, precies. Heel mooi. Oké. Okay. Dus, ik zie wel dat mensen zeggen, ik heb heb geantwoord op de enquête. Ja, de enquête, dat is helemaal goed gegaan. Excuses voor door, we moeten even uitzoeken hoe dat werkt. Ik kon niet zien wat er dan... Nee, op een of andere manier werden die letters niet goed doorgegeven. Dus excuses ervoor. We moeten even uitvinden hoe dat werkt. ICO is als topic. Oh ja, mensen zeggen allemaal, ik heb al doorgestuurd. Mm-hmm. Ja, in het chat moeten we even. Ja, toch even in de chat, jongens, want blijkbaar is het... Ja, niet het, in de Q&A, want die zien we niet namelijk. Ja. Nee, dat precies. Je moet even de chat doorgeven en dan kunnen we het eventueel daarna in een survey gooien, in een poll gooien. Precies. Maar je moet toch eerst in de chat eventjes het topic noemen en dan verzamel ik ze daar. Sorry voor deze onduidelijkheid. Ik noteer ze nu, ik zie Jon Vogelaar heeft nog een topic en ik zie het topic van opties of BTC, op BTC of ETH. Dus die voer ik ook even in. Even wachten. Ja, we komen er wel, Jelle. Jawel, ja, soms gaat het even lastig. En we doen dus op het eind doen we ook even een Q&A, toch? En we, het eind van dit webinar doen we nog een korte Q&A. Kort. Ja, dus met andere woorden, voor de losse eindjes, zeg maar. En, want degene die onder de plak zit bij zijn partner of haar partner, ja, die hoort ook wel eens kritiek en klachten dat een hele sociaal leven naar de gallemiezen is. Maar goed, ik kom ook heel vaak thuis en dan zijn de koffers alweer voor de deur, terwijl dat nog geen eens vakantie is. Dan heb ik een uitdaging. Een paar goede topics langs ondertussen. Ik noteer ze even allemaal. Uh-huh. Ja, de woorden zeggen Binance verder uitdiepen met stake en leverage gehad. Overige ways to earn. Ja, oké. We gaan dat even selecteren. Dan gaan Jelle en ik even rustig kijken welke topics daar zich voor lenen. Want het is ook zo dat voor degene die, ook eerlijk gezegd, de drie comma's nog niet kent... dat doen we ook op maandagavond voor de Crypto Monday doe ik daar een topic op, want dat is heel specialistisch namelijk. Ja. En ik ben ook voorstander van Jelle dat we ook topics gebruiken, aanstippen met presentaties die iedereen kan volgen. Dat je geen halve crypto nerd hoeft te zijn. Ja, bijvoorbeeld dat topic wat net genoemd door Alfons, de Ledger Hard Wallet. Ik neem aan, dus bijvoorbeeld uitleg daarover, over hoe dat iets werkt. Dat is misschien. Ja, ik heb ook zo'n stick in mijn broek, deze. Kijk, ik heb zo'n Ledger. Ja, die heb ik ook. Het is diezelfde. Ja. Het kan handig zijn dat je wat uitleg daarover krijgt in het begin. Over hoe, hoe je nou precies de coins daadwerkelijk op je Ledger krijgt. Klopt.
Heel belangrijk dat je de seed phrases niet verliest. Want ik heb ook 14.000 dodges ergens staan en ik kan er niet bij. Ik vond die seed phrase, moet ik wel zeggen, is wat doen we ook werk, jongen. Dat allemaal op te zetten. Ja. Dus, je kunt ook gewoon copy-paste, hè? Je kunt ook gewoon die chat copy-paste, hè? Oh, ik had gewoon echt één voor één opgeschreven. En, oh, via de Chinese interface. Moest je... Gewoon handmatig. Ja, handmatig. En dan moest ik daarna moest ik nog confirmen. Moest ik ook nog helemaal opnieuw. Moest nog alle de goede volgorde en al die dingen. Ik vond dat best wel ingewikkeld. Maar het is wel een extreem goede beveiliging. Dat klopt. Oké. Wat gaan we nu nog doen? Wat is het, We hebben nog 5 minuutjes ongeveer. Er zijn nog urgente vragen die je moet stellen. Ja, en die we moeten beantwoorden. Voordat je dat je gewoon niet kan slapen. Dus vragen die je stelt. Waar heb je nog vragen over? Ik heb hier nog een topic van Jarno. Opzetten, swing trade, data, juist. Yes, ja, ik schrijf het even op. Een hele waslijst van Jarno. Ja, ik schrijf het even op, want dan kunnen we... Het is inderdaad, denk ik, handig dat Jan over het even naar gaan kijken. Wat zich er goed voor leent. Klopt. Maar er komen een aantal hele goede topics langs, jongens. Daarvoor dank. Als jullie nog vragen hebben, dan gooi het er nu even uit. En dan, die kan er nog, hè? En dan gaan we eigenlijk afronden en dan komt er volgende week dus een nieuw webinar. Kijk, nou houden we het ook een beetje binnen de perk. Het is nu zeg maar een uurtje later. Goed dat gedaan. Dat kan. Naked chart trading? Dat klinkt als... that's not a thing. Dat klinkt heel eng. Dat is, NFT's, dat is ook een altijd interessant. NFT's, ja. Dat is ook een heel mooi topic. Webinar. Waarom zou er volgende week geen webinar zijn? Is er een coronacrisis volgende week? Nee, toch? Waarom zou er geen corona... Oh, ja. Nee, joh. Nee, joh. Ten eerste, ik ben niet... We zijn een seculiere organisatie. We gaan gewoon... Kijk, crypto's never sleeps. 24/7, hè, Jelle, toch? 24/7. Behalve op de dag des heren. Nee. Ja, nee. Nee, we gaan gewoon door. Er zijn volgens mij niet heel veel vragen meer. Dan, ik zou zeggen, gooi het muziekje erin en dan gaan we afronden voor deze week. Ja, heel goed. Een nieuw topic. Ja, ik weet niet of je mijn scherm ook ziet, Jelle, maar ik ga even even die trade in knallen. Zijn jullie ook getuigen? Zijn jullie ook getuigen van, klopt. En volgende week gaan we het dus hebben over, we hebben het over... Misschien swappen met Binance Chain op MetaMask of Trust Wallet. Hoe selecteer ik de juiste coins? Dat is echt een perennial favorite natuurlijk. Want dat is niet als makkelijk. Hoe werkt de Ledger Hard Wallet? Hoe kun je profiteren van een pump and dump scheme met weinig risico? Ja, je kunt er eentje beginnen. Ik kan zelf een thread beginnen op Telegram of Reddit. Nee, serieus. We kunnen daar misschien naar kijken. Andere manier om te verdienen op Binance. Dus we hebben nu staking en leverage gehad. Hoe zet je een swing trade of een day trade op? En wat is juist instapmoment? NFT's. Ja, NFT's is ook interessant, alhoewel de hype rond NFT's alweer een beetje voorbij is. We gaan ermee aan de slag. Er komt volgende week zeker weer een nieuw spannend topic. Jongens. Bedankt, denk ik. En jou, Robert. We gaan afsluiten. Doen we nog het muziekje van je Robert? Nee? Ah, komt hij aan. Nee. Ja, ik weet niet of je me... Nee. Ja, is goed. Oh, wacht even. Jawel. Doe even muziekje. Nee, lukt niet. Hij zit vast. Oh, oké. Okay. Even kijken hoor. Hoor je mij of niet? Ja, ik hoor je wel. Hij zit vast. Hij zit vast, Jelle. Ik ga even... Oké, want ik probeer hem even neerzetten. En doe mijn kaart uit. Kan jij hem erin gooien? Ik zie je... Oh, daar komt hij aan. Ik zie hem. Ja, deze. Fijne avond iedereen. Fijne avond. Bedankt voor de deelname. Tot de volgende keer. Fijne avond. Jelle, bedankt man. Bedankt voor je presentatie. Tot ziens. Bye bye.
Ja, ciao. Okay.